Why I love this book? Het is van mezelf, de tekeningen en het verhaal. Het is een bijzonder verhaal, want ik ben beginnen schrijven toen ik een klein fotootje zag vorig jaar in de krant. Een kindje dat in zee dreef, een vluchtelingkindje. In de krant was het kindje overleden en in mijn verhaal blijft ze leven. En ze wordt opgevist door een man en een vrouw, beide vissers. En die adopteren het kind en ze noemen haar Stella. Stella, ster van de zee. En Stella is een heel gewoon kind. Op het eerste zicht, er is één probleem. Stella groeit heel hard. En ze blijft maar groeien. En ze wordt zo groot dat ze uiteindelijk een gevaar betekent voor het dorp waarin ze woont. Ze loopt kinderen omver. Ze kan niet meer in de klas. Ze is veel te groot. Ze wordt ook een soort attractie, wat haar heel boos maakt. En op een dag beslist ze om te vertrekken. Op zoek naar een plek waar ze wel past. Een plek waar ze gelukkig kan zijn. En ze vertrekt drijvend en niemand weet waarheen. Tot er op een dag een briefje in de bus valt bij de moeder en de vader. Met de vraag van, komen jullie mij eens opzoeken? Ik heb een plek gevonden waar ik wel pas. En zo eindigt het verhaal. De man en de vrouw gaan op zoek naar Stella, hun Stella. En dat is why I love this book.